Op het Lamberto Zeilplein in Amsterdam-Geuzenveld vond zaterdagavond 2 februari een plofkraak plaats op een pinautomaat. Even na 22:30 was een harde knal te horen op het plein met een enorme ravage tot gevolg. 2 in het donker geklede mannen gingen er na de explosie vandoor op een scooter. In de omgeving is met behulp van een politiehelikopter gezocht naar de daders, maar er konden nog geen aanhoudingen worden verricht. De politie zette de directe omgeving van het Lamberto Zeilplein tijdelijk af voor sporenonderzoek en mogelijk explosiegevaar. De explosieve expert van de explosieve opruimingsdienst stelde later vast dat er geen sprake was van explosiegevaar. Het is niet de eerste keer dat de pinautomaat op het Lamberto Zeilplein doelwit was van een plofkraak. In oktober vorig jaar was het ook raak. Toen bleef het alleen bij een poging, want de zware explosieven kwamen niet tot ontploffing.